Goedemorgen. Mijn naam is Oda Willemsen van Buurtblik. En ik ben hier vanmorgen in de Kennemerduinen bij het bezoekerscentrum. Daar is een wandelgroep gezond in de natuur. En die wandelen hier iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Mag ik u wat vragen? Ja hoor, ja? Hoe lang doet u dit al, dat wandelen? Een jaar of 2, 3 denk ik. Oké. En hoe bent u eraan gekomen? Door mijn buurvrouw. Ja. En vindt u het leuk? Het is heel leuk, ja. Het is een gezellige groep. En het is heel laagdrempelig, want je kan ofwel of niet komen. Maakt niet uit. Je hoeft niet van tevoren op te geven. Je kan gewoon meelopen. Mensen praten met je. Je loopt de ene keer met de een, de andere keer met de ander. Dus het is allemaal heel vriendelijk. En volgens mij is het ook veel makkelijker als je met elkaar buiten loopt om te praten. Het is heel anders dan tegenover elkaar in een stoel op het balkon. Ja, dat klopt. En vooral ook omdat je met andere mensen loopt, praat, heb je elke keer weer een andere conversatie. Oh, wat prachtig! Het wet. Ja. Maar dit is altijd een plaatje. Ja. Maar wat trekt jou nou het meeste? Nou, en dit, lekker lopen in de natuur, in het zand. Zo binnendoor, zo die weggetjes door, die paadjes door. Nou, dat is gewoon heerlijk. En wie bepaalt nu de route die we vandaag lopen? Dat zijn de vrijwilligers. Ik heb begrepen dat jij dus degene bent die de routes uitstippelt. We werken met meerdere vrijwilligers. En de vrijwilligers kennen de routes. En af en toe als we de route niet weten, dan vragen we het aan de deelnemers. En er staan gelukkig ook af en toe pijlen op de weg. Dus meestal komen we na een uur weer veilig en wel bij het startpunt aan. Dus het lukt meestal wel. Is het ook het hele jaar of ja, alleen? Het hele jaar door. Ja. Ook met sneeuw en regen? En Ja. Oké. Okay. Ja, ik neem. Ik heb al in de sneeuw gelopen. Ja, heel mooi. Ja. Heel mooi. Ja. Ja, want ik zie dat u met een stok loopt en dat is geen beperking. Nee, ik heb die stok vanwege het evenwicht. Ja. Maar ik kan gewoon alles meelopen. We lopen hier nu met, nou ik weet niet hoeveel, 10, 15 dames en 1 heer, of 2 heer. En ik vind het zo leuk dat het een groep is, want ik hou zelf ook ontzettend veel van wandelen en fietsen. Maar ik durf niet meer alleen. Je weet nooit wat je tegenkomt of er kan wat met je gebeuren. Dus daarom is het zo prettig dat je in een groep komt lopen. En eerst even wordt er koffie gedronken en dan gaan we op weg. Want hoe oud is nu de oudste deelnemer? Kan je dat zeggen? Ik dacht dat de oudste deelnemer 84 is. Ik hoorde dat u met respect de oudste deelnemster bent. Ja, dat zeggen ze. Ik weet het ook niet. Ik heb het nooit gevraagd, maar het zou kunnen. En wat is uw leeftijd als ik vragen mag? 86. Goedemorgen. Ja. En u wandelt vaak mee? U wandelt vaak mee? Als ik zaterdags niks bijzonders heb, dan wandel ik hier mee. Ja, het is gewoon lekker buiten te zijn. En het gaat ons om het lopen, hè? Ja. En ook om niet alleen het lopen, denk ik, maar ook de ontmoeting met... Gezellig met z'n allen, hè? Ja. Alleen lopen op je 86ste door de duinen lijkt mij niet zo verstandig, hè? Dat lijkt mij ook niet zo verstandig. Af en toe kijk ik even naar achteren. En dan zie ik iedereen vrolijk kijken en goed meelopen. Dus het valt allemaal mee. Dus we passen ook wel een beetje onze wandelingen aan de deelnemers. Ja. Het is wel uitkijken waar je loopt. Maar ik vind het gewoon geweldig. En af en toe ook iedere keer is de natuur weer anders. En nu dat de zon door de bomen schijnt. Het is toch een prachtig of je in het buitenland loopt. Ja, vind je dat? Dat vind ik wel. Je ziet het hoogtepunt. Van de zomer en ook van de winter. En nou, het opkomen van het voorjaar weer en de herfst vind ik ook altijd erg mooi. Dus ja, daar geniet ik wel heel erg van. Ja. Het brengt mij heel veel. Ten eerste gezondheid, wat eigenlijk veroorzaakt wordt, denk ik door de natuur, door te wandelen, door het samen zijn met andere deelnemers. We staan hier bij het Spartelmeer en we zijn van de andere kant erop gekomen en nu zijn we eromheen gelopen en ja, ik kan hier echt ontzettend van genieten. Ja, het is voor iedereen een aanrader. Het is echt genieten.